Wie weet alles van Italië, kent de namen van de Griekse goden, kan alles opnoemen over Gerard Joling en weet wat een apenmix is. Is het Rick van Nistelrooy? Deze Tita tovergozer komt goed uit de verf. Is hij vandaag slim of is hij bederfd? Of is het Yannick? Minecraften kan hij wel en spelletjes vindt hij snel. Wint hij vandaag hol of is hij deze keer de mol? Of is het Tim? YouTube poeps is zijn hobby. En van zijn chicks wil hij graag een sloppy. Zal het zo snel zijn of houdt hij van azijn? Wie is vandaag de slimste mens? Goed. Tim, hallo, welkom bij de slimste mens. Je hebt dus een YouTube-account, hè? Ja. Hoe lang doe je dat al? Nou weet je, ik doe het voor een echt lekker tijdje of zo, sinds in 2017 of zo, maar voor de rest is het een beetje afgehaakt. Ik doe ook een beetje andere dingen en kijk, ik wil nog steeds wel eentje maken, maar al die kutreclames die zijn altijd. Het kan misschien zijn dat mijn creativiteit een beetje naar de tyfus is geholpen. Ja. En dat ik gewoon niet zoveel ideeën heb vergeleken met, ja, vroeger. Ah, ja, oké. Okay. Dat kan misschien ook te komen. En ja, voor de rest zit ik een beetje vast met OSU, dus dat. Oké, je bent een OSU-verslaafde. Ja. Mensen kunnen je ook kennen van de vlogs, trouwens. Dit is Tim in ieder geval. Hi. Rick, je hebt een cosplay-account, hè? Hallo, jouw cosplay-account, Tita Tovercos, hè? Ja, geweldig cosplay. Hoe lang doe jij ook cosplayen? Mogen we schelden? Wat zei je? Ik doe denk nu ongeveer, wat zal het zijn, 2-3 jaar cosplay, okay, maar echt cosplay. Ik heb het afgelopen jaar denk ik geen cosplay aangeraakt. Nee, natuurlijk niet, omdat het niet kan. Hey, maar en ook ook niks goeds heb. Maar jij gaat ook natuurlijk naar conventies en zo, mensen kunnen je ook kennen van de vlogs. Weet je. Wat is jouw favoriete conventie, als je even zo 1, 2, 3 moet zeggen? Tomo-com. Nee, ik denk gewoon Abunai. Ja, oké. Toch wel een safe choice. Ook mijn favoriete trouwens, overigens. Maar Abunai in DCC. Ja, precies. En Yannick, mensen kunnen jou kennen van de oude dagen van mijn kanaal, waar we Wie is de Mol speelden. Mis jij soms Wie is de Mol wel eens? Nee. Nee, serieus? Jij bent geen fan meer van Minecraft? Of, Ja, het was wel leuk altijd, maar het is nu wel dat ik iets ouder ben, dus... Precies. Daarom dat we ook wel met z'n allen een beetje gestopt zijn. Ik heb sowieso met niemand eigenlijk nog meer contact een beetje, behalve dus met Yannick. Vandaar dat hij ook vandaag lekker meedoet. Hey jongens, wij gaan beginnen met de eerste ronde. De eerste ronde is de 3-6-9 ronde. Jullie starten allemaal met 60 seconden op jullie klok. Uiteindelijk kunnen er dus meer secondes krijgen. Bij elke derde vraag van deze ronde kan je dus secondes winnen. In deze ronde ga je seconden nog niet van de tijd af. Dat zullen in volgende rondes wel zijn. Als je dus niet meer weet wat het antwoord is. Of je wilt gaan skippen ofzo. Dan zeg je gewoon pas of stop. En dan gaat de vraag naar een ander iemand. Dat zou ook bij deze ronde zijn. Maar bij deze rondes gaan er dus nog geen seconden van de tijd af. Goed, de eerste ronde. Rick, de eerste vraag. Hoe noemen de Russen een oud vrouwtje met een hoofddoek dat vastgeknoopt is onder Babushka. Haar kin? Dat is goed. Vraag 2. Hoeveel Michelinsterren kan een restaurant maximaal krijgen? 3. Dat is ook goed. Rick, voor 10 seconden. Welke trui wordt gedragen door wereldkampioen wielrennen? Wat? Wereldkampioen wat? Wereldkampioen wielrennen. Welke trui dragen ze dan? Turtleneck. Nee. Tim, weet jij het? Geel. Wat zei je? Geel. Nee, Yannick, weet jij het? As. Het goede antwoord was een regenboogtrui. Dat dragen ze. Had je kunnen weten, misschien. We zijn weer terug bij Rick, trouwens. Rick, hoe wordt een beoefenaar van de vechtsport karate genoemd? Een judoka. Nee, Tim, weet jij het? Taekwondo. Nee. Yannick. Een leerling. Nee, het goede antwoord was een karateka. Sure. Ik wou iets schokken met karate. Ja. Goed.
Vraag 5. Rick, we zijn weer terug bij jou. Wat doet iemand die in Morpheus' armen ligt? Morpheus' armen ligt. Doodgaan. Nee. Tim. Mag ik de vraag nog een keer horen? Wat de fuck is dat? Wat doet iemand die in Morpheus' armen ligt? Wat? Tijd is op, Jannik. Mag ik de vraag nog een keer horen? Wat doet iemand die in Morpheus' armen ligt? Die is ziek. Nee, die is aan het slapen. Oh. Ja. I guess. Nou, normaal gesproken... Ik dacht dat is met dood te maken of leven. Ja, nee, dat zou ook wel kunnen. Normaal gesproken zouden we hier een Maarten van Rossum of zo hebben... die zou zeggen van, oh ja, slapen, dat doen ze. Maar wij hebben geen budget voor Maarten van Rossum. Is dood zijn niet een vorm van slapen? Haha, nee. fuck jou, Rick. Jongen. Goed. Tijdelijke dood. We zijn wel weer terug bij Rick voor 10 seconden. Oké. Van welke schaal wordt de kracht van aardbevenen weergegeven? De schaal van Richter. Dat klopt. Je hebt 10 seconden bij je klok. Gaan we meteen door met jou. Welke autofabrikant maakt de Testarossa. De Testarossa. Zo. De Testarossa? De Testarossa. Welke autofabrikant? Toyota. Nee. Tim. Hyundai. Nee. Jannik. Ferrari. Ja, dat is goed. Ah. Jannik, meteen voor jou voor 10 seconden. Hoe wordt de woordenlijst ter Nederlandse taal in de volksmond genoemd? De ABN. Nee. Rick, weet jij het? Wat was de vraag? Hoe wordt de woordenlijst ter Nederlandse taal in de volksmond ook wel genoemd? De Nederlandse woordenlijst? Algemeen bekend Nederland? Nee. Tim, weet jij het? Mag ik praat nog een keer horen? Hoe wordt de woordenlijst ter Nederlandse taal in de volksmond genoemd? Zo, geen idee. Straattaal. Het goede antwoord was het groene boekje. Moet je ook maar even weten. Trouwens, groene boekje. Oké dan. Overigens, ik heb het de hele tijd verkeerd gezegd. Rick heeft 20 seconden. Dus het is niet 10 seconden bij deze. De laatste 3 vragen. Tim, voor jou de vraag. De hoogste berg van Afrika is een uitgedoofde vulkaan. Hij ligt in Tanzania en is met sneeuw bedekt. Wat is zijn naam? Nog niet de Drakensberg, hè? Nee, Jannik. Nee. De Kilimanjaro. Dat klopt, zeker. Nee, de andere, ik wist het antwoord ook. Jannik, volgende vraag. Wat is de naam van de barbier van Sevilla? De barbier van Sevilla. Wat is de pas? Wat is een barbier? Ja, dat moet je maar weten. Degene die je baard doet. Ja, een kapper. Je bedoelt... Ja! Tim. De kapper! Tim, antwoord. Ja, de kapper voor je baard! Nee, Ik moet nog antwoord geven. Nee, jouw tijd is al voorbij, jongeman. Makker, ik zat nog bezig met die, ik weet niet hoe die barbier heet! Dat is Figaro, maar dat wisten jullie sowieso niet, denk ik. Dus, nee! Ja, dat is de naam van de barbier in Sevilla. Ja. Ja. Tim, de laatste... Ik ken hem niet. Tim, de laatste vraag van deze eerste ronde, de 369 ronde. Wat is het beste verkochte bier van België voor 20 seconden? Jupiler. Dat is correct. Let's go. De eerste ronde is voorbij. Rick heeft 80 seconden, Tim 80 seconden en Jannik nog steeds op 60 seconden. Maar dat kan natuurlijk helemaal anders gaan. We gaan naar de ronde 2. Hey, en dat is hoger, let's go. En dat is de open deur ronde. Goed jongens, de open deur ronde. Ik vraag een vraag over wat alles kan zijn. En er zijn 4 antwoorden mogelijk daarvoor. Die kan je dus allemaal opnoemen en dan krijg je secondes erbij. Als je niet meer weet, wordt er gepast. De vraag kan bijvoorbeeld zijn, wat weet je over Gerard Joling? Dan kan je zeggen, het is een topper. Hij is homoseksueel. Hij is Nederlander. En hij is geboren in Brabant. Ik weet niet waar hij is geboren, maar bij wijze van. En dan heb je dus 4 antwoorden goed. Elke antwoord die je goed hebt, krijg je 40 seconden bij je klok erbij. Weet je of het goed is of fout?
Nou, dan zeg ik dat gewoon. Dan zeg ik van, oh, je hebt er nu 1 goed. Oh, je hebt er nu 2 goed. Normaal heb je een belletje of zo. Ik heb geen belletje. Ik ben fucking skeer. Ja, maar als ik nou iets verzin en jij weet niet of het goed of fout is. Het staat op het kaartje, de 4 antwoorden. Oh, oké. Ja. Goed. Rick, voor jou. De eerste vraag. En de tijd gaat er dus van af, hè. Dus als je niet meer weet, stop de tijd. Wat weet jij over Johann Sebastian Bach? Hij maakte muziek. Hij maakte klassieke muziek. Pas. Klassieke composer, pruiktijd, Oostenrijk. Niet Oostenrijk, volgens mij Duitsland. Klassieke muziek wordt nog steeds geluisterd. Hallo. Hij was toch doof, toch? Niet? Pas. Viool. Nee, nu pas, ja. Jannik. Het is een componist. Ja, dat is 1 goed. Hij komt uit Duitsland, hij komt uit Oostenrijk, hij komt uit Zwitserland, Zwitsers, Duits, pas. Oké, hij was een componist. Zei toch ook componist? Nee, jij zei geen componist, anders hoorde ik wel. Oh. Zijn er nog andere mensen die dachten dat Tim ook componist zei? Nee, hè? Ik dacht dat mijn bewoording in het begin ook probeerde te zeggen, het is een componist. Ja, nee, maar ik hoorde dat niet, dus ja, weet je. Je moet het letterlijk zeggen. Ja, je moet het wel letterlijk zeggen. Het was Maar ik zei, het is een muziekschrijver en dat is een componist. Ja, weet je, je moet zeggen wat er op de kaart staat, dat is ook in het programma zo, sorry man. Ach. De andere antwoorden die wij op zoek waren een barok, een Mathieuze passie en een Brandenburger concerten. Fucking geweten. Onze vocabulaire is toch ook niet zo fucking groot als dat kutkaartje? Ik realiseer me er wel later barok. Ik had nog barok willen zeggen, want ik weet dat dat zijn stijl muziek was. Tim, voor jou de volgende. En de tijd gaat er dus vanaf. Je hebt nog 63 seconden, dus goed opletten. Want als je secondes op zijn, dan ben je gewoon uit het spel. En dat willen we natuurlijk niet. Wat weet jij over kielhalen? Kielhalen? Piratentijd. Je gaat dus van een plank af. Het wordt vooral gebruikt als jij iets fout hebt gedaan op het schip zelf. Het is een misdaad. Een misdaad. Je wordt dus achter het schip word je dus gedragen. VOC-tijden misschien. Pas. Jannik. Matrozen die niet luisteren, die worden aangehaald. Schip, boot. Ja, pas. Schip is 1. En Rick. Ja, ik zou ook zeggen schippen en zingen. Maar was het niet dat je aan een touw wordt gehangen? Ja, touw, touw is goed, ja. Oké, damn it. Dat je aan een touw wordt gehangen en dan dat je de mosselen of zoiets... Dat je echt langs het schip wordt gesleept? Dat tel ik goed. Dat je ook met gewicht of zo aan je zou hangen of zo? Telt dat ook onder Q door? Dat is toch dat je dan... Onder de kieuw... Ja, dat je onder het schip doorgaat. Ja, precies. Nee, dan heb jij de laatste 2 goed, inderdaad. Woe! Ja. Jannik, voor jou de laatste vraag van ronde 2 de opendeur. Wat weet je over UNICEF? Oh, UNICEF. Moet ik nu beginnen? Of? Ja, begin. Oké, voor kinderen en hulp 1. In arme landen. Het wordt door de wereld gesponsord... 2. Goed doel. Pas. Rick, de laatste 2 voor jou. Het helpt arme kinderen in derde wereldlanden. Voornamelijk gewoon kinderen in het algemeen. Door middel van sponsors en andere acties om geld in te zamelen. Ja, om kinderarmoede te verhelpen uit de wereld. De rest kan ik ook niet zoveel meer zeggen, denk ik. Pas. En Tim? Geld doneren, vooral in Afrika en andere arme landen zoals Bangladesh. Er komen heel erg veel reclames voor op tv. Ik denk dat het ook rond de hele wereld bekend is, of alleen in Europa. Het is vooral UNICEF, het woord universeel.
Pas. Promoties. Pas. Is gevestigd in de Verenigde Naties en is de hoofdsponsor van FC Barcelona. Moet Jannik misschien wel weten. Waarom is dat belangrijk? Dat was ook al even. Dat was ook al even geleden. Het is even geleden, maar het was het wel ooit. Goed, ja, Rick. Maar nu niet meer. Rick, 109 seconden. Tim, 54 seconden. Ga niet zo lekker met Tim. En Jannik, 99 seconden. Jij bent dus wel weer vooruit gegaan. En op naar de derde ronde, de puzzelronde. Oké, Rick. Jouw tijd start nu. Ik moet met al deze woorden nou één ding maken? Nee, er zijn 3 woorden beschikbaar. Met en 4 per woord. Rubuis, Italië, groente. Pesto pasta. Pizza. Dat is één. Pizza is één. Tijd gaat gewoon door, hè, Rick? Kan je passen nou? Ja, passen. Dan pas ik. Oké, Tim. Ja. Jouw tijd gaat nu in. Waterafkorting, ABN, stad. Nou, pizza werd al genoemd. Pasta, rucola, wortel. Reageerbuis, PVC, toren, Parijs, toren, vloeibaar, voorgerecht. Scheefstoren, dat is toch al geweest? Ja, dat is al geweest. Nee, voor de rest weet ik het niet pas. En Jannik, wil jij nog proberen? Groenten, soep, tomaat, soep. Soep is één. Ja. Nog één over. Waterstof. Nee, pas. Ach, kun je met alle letters, woorden... Nou, Nee, 4 woorden is 1 woord, zeg maar. En de laatste was IVF. Met reageerbuis kunstmatig zwanger afkorting. Oké. Voor de rest, soep was de voorgerecht vloeibaar dus lepel. Dus de letters groente. Staan niet... Maar staan de letters nou wel op een rijtje dat bij elkaar hoort? Nee, door elkaar. Nee, door elkaar. Dan, behalve Scheeftoren stad, die staat wel goed. Ja, maar Italië hoort daar ook nog bij. Mm-hmm. Dus het gaat door elkaar. Oké. Nou snap ik het een beetje. Anders had ik ook wel groentesgroep kunnen bedenken, want dat is ook lepelgroente voorgerecht. Sorry, maar oké. Ja, precies. Tim. Jij bent nu aan de beurt. Ik zou wel oppassen als ik jou was. Je hebt nog 18 seconden. 18? Je hebt nog 18 seconden. En de rest... Hier is ik je foto. De rest kan allemaal goede antwoorden bedenken. Dan kom ik aan met ton kop. Leuk. Fucking leuk. Oh, Potter. Hier is jouw puzzel en de tijd gaat nu in. Harry Potter's... Harry Potter, Willy Potter, eiland, mulies niet nodig, made in China. Harry Potter is goed trouwens. Ja, muur van China, broekje en jasje. Spijker, voor 's nachts niet nodig, onnodig, Taipei, stad, hoofdstad. Eiland, palmbomen, zand, kledingstuk, broek, pas. Oké, Jannik, jouw beurt. Pas. Rick, jouw beurt. Nylon, kledingstuk, pantalon, spijkerjasje. Made in China, wat is specifiek made in China? Kleren. Muls? Mulligs? Nee. Nodig. Ik snap deze ronde niet. Dirty kledingstuk, jasje. Ik pas ook. Goed. Voor 's nachts, broek en jasje. Kledingstuk niet nodig was een pyjama. En, voor 's nachts, kledingstuk niet nodig. En eiland China, made in en zo was Taiwan.
Nou, Tim... Het is... Oké, het is gewoon... Je moet zo erg gaan zoeken naar woorden en connecties precies. maken. Want ik dacht dat het was... Made in China kledingstuk of zo. Nee, nee, nee. Je moet echt een verband vinden inderdaad. Maar wat is Mullig? Mullig. Dat is een schrijver. Ja. Dat was dus Harry Mullig en Harry Potter en Harry Belafonte en ja. Ja, het was Harry zeg maar het antwoord, maar jij zei Harry Potter dus dan. Oh, het antwoord is Harry, want Harry Potter, Harry Belafonte en Harry Mullig. Ja. Tim, jij hebt nu 28 seconden, dus toch wat seconden erbij. Gefeliciteerd, man. Ja, de rest heeft al meer. Ik schrap me kapot. Ik ben best de punten kwijtgeraakt, omdat ik echt geen flauw fucking benul heb hoe deze ronde precies werkt. Maar... Jannik, jij bent aan de beurt. En je hebt de meeste seconden, dus dit wordt lachen. Hier is jouw foto. En jouw tijd gaat nu in. Dag, Oefling. Kolonies, Nederlands, kolonies, piramides, familiedag, Thanksgiving. Ja, dat is één, dat is één. Tatuli is een kunstenaar, schrijver, artiest, pas. En Rick, jij bent Mummy. Ja, dat is één. Dan heb je nog boek, Multatuli, is dat niet, hoe heet dat boek, Is dat een boek trouwens? Nee, hoe heet dat boek van Multatuli? Ja. Dat is toch iets? Fairtrade, is dat Multatuli? Nee. Nee, Nee, pas. En, Tim? Max Havelaar. Ja, dat is goed. De rest is al genoemd. Wacht, welke woorden zijn er al genoemd? De rest was genoemd, je tijd is gestopt. Oh. Het was inderdaad Max Havelaar, inderdaad. Ja. Goed voor jou. En dat was alweer de puzzelronde. Gaat snel, hè? We gaan door naar de vierde ronde. Wat een kutronde was dat. Ingelijst. Oei. Nou, in ieder geval... Ingelijst. Ik stel een vraag en er zijn 10 mogelijke antwoorden. Elk goed antwoord krijgt 20 seconden erbij. Als jullie gewoon eentje... de vraag is, wat weet je over Gerard Jolin? En dan heb je 10 goede antwoorden in ieder geval. En elk goed antwoord is 20 seconden. Tijd gaat er natuurlijk vanaf. We hebben deze ronde al een keer gehad dan. Dus ik hetzelfde als het tweede, maar dan met 10. Het is hetzelfde als Open Deur, maar nu heb je veel meer mogelijke antwoorden. Dus dit is heel lekker om even te spekken voordat de finale begint. Oké. Degene die uiteindelijk de minste seconde heeft, die mag dus niet de finale spelen. En die is dus het verliezer van de dag, helaas. Rick, we beginnen met jou. Oh nee. Oké. Wat zijn volgens Deloitte de meest verdiende voetbalteams ter wereld? FC Barcelona. 1. Real Madrid. 2. Manchester United. 3. Chelsea. 4. Hoe heet die? FC Madrid. Nee, die heb ik al gezegd. Munich. Dinges. München. Bayern München. Ja, dat is ook goed. 5 heb je er nu. Ik ben blij. Nee. Oké, ik ga even dikke. Je kan het. Ja, ik kan het. Kom even niet op. Ik gok dat geen enkel Nederlands team zoals fucking Ajax of fucking... Laat mijn tijd af. Ja, ik weet. Iets met Parijs. Wat was het met Parijs? Paint, nog wat is toch? Ja, je moet even het antwoord geven. Jezus. Paris Saint-Germain. Ja, dat is goed. Oké. 6. T20. Nee, ik pas dan maar. Tim, jouw tijd. Gaat nu de Wat was de vraag ook alweer?
Wat zijn de, volgens de Dello Tweede de meest verdiende voetbalteams ter wereld? Dortmund. Zo, staat er niet tussen. Het staat er dus niet tussen. Barcelona. Is al gezegd. Iets met Portugal. Manchester United is al gezegd. Kut, wat is er nog meer? Liverpool. Liverpool zit er niet tussen, man. Zit er niet tussen, godver. Pas. Nou, Jannik, dit wordt voor jou een hele leuke. Jouw tijd gaat nu beginnen. Juventus, Arsenal, 1, Manchester City. 2, 3. Je hebt er nog 2, Tot nog 1, toch? Nog 1. Nee, Tottenham niet. Inter Milaan, AC Milaan. Ja, AC Milaan, stop de tijd. Nice. Zo, dat was het dan. Dus weten jullie nu een beetje hoe deze ronde gaat? Het gaat dus heel snel. Ja hoor. Ben ik er vooruit op gegaan of alleen maar achteruit op gegaan? Hoeveel seconden had je net? Weet je dat nog? Ik had er 78 of zo. Ja, je bent er zeker vooruit op gegaan. Je hebt nu 108 seconden. Tim, heel erg in de gevaarlijke zone. En jouw vraag komt nu. Maar je kan nu dus inderdaad wel veel secondes krijgen. Het is alleen wel een vraag waar ik denk van, dat wordt wel moeilijk voor je. Welke basis make-up producten zijn het meest populairst? Jouw tijd gaat nu beginnen. Mascara. 1. Lippenstift. Dat is 2. Iets met dat op je wangen of zo? Of foundation, poeder. Foundation is niet? Nee, niet foundation? Wat? Zo. Nee, ik weet voor de rest echt niet. Bas. Jannik. Nagellak, highlighter, oogschaduw. Eyeliner. Wat is er één? Oogschaduw. Nee. Nagellak. Ja, oogschaduw trouwens wel. Oogschaduw wel. Nagellak is al gezegd. Pas. Rick. Dat ben ik. Basis make-up was het, hè? Hoe is foundation het niet? Dat is letterlijk. Ik hoor elke meet wel over foundation. Pas. Ik weet echt niks van make-up. Blush waren jullie vergeten. Dat is dus het woord wat Tim volgens mij zocht. Wat je op je wangen doet. Ja, dat is wat wij allebei dachten dat foundation was. Ja. Maar was dat het enige woord nog? Nee, nog bronzer. Volgens mij concealer, maar volgens mij was dat wel gezegd. Ik weet niet meer. Concealer is nergens gezegd. Het woord wat je moest zeggen was gewoon wenkbrauwproducten. En transparante poeder. Transparant poeder. En oogschaduwbasis, maar oogschaduw was wel gezegd. Ik wou wenkbrauwpotlood zeggen, zo'n ding waar je met je dingen stekent. Dat is letterlijk een potlood die je wenkbrauw propt. Ja, dat weet ik. Dat is letterlijk een potlood. Maar letterlijk om te tekenen. Wow. Ja, kun je dit goed op papier gebruiken, Jezus. Nee, maar je tekent je wenkbrauwen sommige meiden. Jannik. Maar, volgende. Jannik, jouw ingelijst komt nu. Noem de 10 grote Zuid-Amerikaanse landen. Brazilië, Argentinië, Uruguay, Peru, Colombia. Hoeveel heb ik er nu? 5. Ecuador. Ja. Venezuela. Nee, ja, trouwens wel. Venezuela, ja. Suriname. Nee. Guinea. Chili. Ja. Pas. Hoeveel heeft hij er al opgenoemd? Dat waren er volgens mij 8, toch? Weet hij ook uit zo? Nee, je had er 9 verteld. Er is nog één antwoord. Rick. Mexico? Nee. Dat is midden. Ja, ik weet misschien dat het net wel, dat niet. Argentinië, had je die al gezegd? Ja, die was gezegd. Oké. Brazilië, Colombia, Peru, Chili, Ecuador, Venezuela. Bolivia, Suriname. Ja, Bolivia. Bolivia was goed. Woo!
Dank en dat uit. Was de laatste van ronde 4. Helaas... Ja, ribbons, Tim. Helaas heeft Tim niet meer kans gehad om nog meer secondes erbij te krijgen. Wel heb je überhaupt nog secondes over. Dat is best wel knap sowieso. Dus toch wel een applaus voor Tim allemaal. Wow, dankjewel. Ah, joh, Discord pakt het klappen niet op. Jochie, Tim... Insert clap here. Tim, volgende keer beter. Maar nu mag jij Maarten van Rossum zijn. Maarten van Rossum. Nee! Oh ja, prima. Jannik en Rick, jullie gaan de finale spelen. Jannik heeft een flink voorsprong met 351 secondes. Ja, maar die kreeg net fucking... Maar Rick... 28. Maar Rick, jij hebt wel de voordeel met het feit dat jij de hele tijd mag beginnen. Omdat jij de mindere secondes hebt met 90 secondes. En elke goed antwoord die jij geeft, gaan er 20 secondes bij Jannik af. Oké. Ronde 5. Ronde 5 is eigenlijk een beetje hetzelfde als de open deurronde. Ja, het is niet echt heel erg variant met dit spel. Het is basically gewoon, ik vraag, wat weet jij over ... En dan zijn er 5 goede antwoorden. 5 goede antwoorden zijn er mogelijk. En elk goed antwoord gaat er 20 seconden bij de andere af. Oké. Ben jij klaar voor de finale? Ik ben klaar voor de finale. Hoeveel heeft Rick? Ik heb maar 90. Jij hebt er 2 keer of 3 keer zoveel. Rick heeft 90 seconden. Rick, wat weet jij over Bolivia? Bolivia? Simon Bolivar. Ja, dat is 1. Cocaïne. Tussen Peru, Brazilië, Paraguay of zo, Chili of zo, weet ik veel. Pas. Jannik? Zuid-Amerika, koffieplantages, Spaanstalig, pas. De Inca's, La Paz, Titicaca. Ik zei pas. Ja, doei. En Che Guevara. Che Guevara. Ja. Rick. Die komt inderdaad uit Bolivia. Dat is namelijk echt voornamelijk een heel communistisch land. In, nee, Che Guevara was toch voornamelijk in Cuba? Niet in Bolivia. Rick. Ja. Let op. Wat weet je over Linda de Mol? Linda de Mol. Ik hou van Holland. Broer van Johnny de Mol of zo. Broer? Zus van Johnny de Mol. Ja, ik hou van Holland. Eigen... Tijdblad, Linda. Presentatrice. Ja, dat is 1. Nederlandse presentatrice. Ja, nog 1. Wacht, Nederlands? Nederlands? Ja, Nederlands, ja. Nederlands was een antwoord. Nog 2. Nog 2. Pas. Jannik. Miljoenenjacht. Pas. We zochten nog het presentatrice en actrice. En, nee, presentatrice niet. Actrice en Gooise vrouwen, dat zochten we. Oh, tuurlijk, Gooise vrouwen. Nou, acteren kan ze een beetje weinig. En maar ja, Gooise vrouwen is wel een goeie. Nou, Gooise vrouwen, het is een beetje meer een wijvenveel. Ik zat er een beetje te buiten cringe van wat is dit voor types. En ja, voor de rest, hoeveel uit aan botox die ze aan haar gezicht heeft gedaan, Jezus Christus. Dit kan echt niet. Jij hebt gevraagd om Maarten van Rossum te zijn. Dit kan niet. Ik geef het eruit. Ik geef het je. Rick, wat weet jij over Charles Manson? Charles Manson, massamoordenaar. Ja, dat is 1. Gek in zijn hoofd. Eigen cult. Amerika. Ja, dat is er nog 1. De Manson Family. Nee. Want hij maakt zich een familie of zo. Cult. Dood. Overleden. Pas. De Sharon Tate. Of Sharon Tate. Sharon Tate. Schudden is dat een van de slachtoffers, denk ik. Hij kreeg levenslang en de Helter Skelter. Sure. Helter Skelter. Ja, ik heb dus echt nog nooit van hem gehoord. Maar... Oh, Charles. Okay, als je hem ziet, denk ik wel dat je weet wie Charles Manson is. Dat is namelijk een van die meest beruchte massamoordenaars. Rick, Rick, let op. Rick, wat dragen de meeste mensen als ze gaan slapen? Pyjama. Ja, dat is 1. Ondergoed. Dat is 2. Niks. Dat is 3. Pantalon. Nee. Nachtjapon. Ja, dat is 4. Nog 1. Pas. Jannik! Tanktop!
Pas. Nee. Een t-shirt. Oh, dat zei ik niet. Kan ik 130 seconden? 134? Oh, ik ga dit nooit winnen. Maar het kan. Weet je, sommige mensen die dragen ook gewoon hun kleren als ze naar bed gaan. Het is wel een beetje warm, maar ja, weet je, die gaan ook gewoon volledig met sokken en al in bed in. Rick, wat weet jij over de kruistochten? Eerste kruistocht, derde kruistocht, kinderkruistocht, Heilige Land, Jeruzalem. Ja, 1, 2... Spas. Jannek? Christendom, Jodendom, Pas. De islam. En de Gottfried van Bouillon. Oh, Gottfried, dat had ik kunnen raden. De laatste vraag waarschijnlijk, of je past heel snel. Wat weet je over de Bloody Sunday? Pas. Hallo, kan die passen? Pas. Ja. Ik heb meteen al pas gezegd. Echt, alle minuut pas gezegd. Ja. Ja, hoorde je dat, die leeuw? Ik zei echt alle minuut pas. Ja, precies. Bloody Sunday, Noord-Ierland, Derry, Engelse leger, ongewapende burgers, U2, lekker boeien. Oké, Rick. Ja? In welke context ken jij het woord Amazone? Regenwoud, pas. Dat is één trouwens. En Jannek? Rivier. Ja, dat is één. Ja. Oh! Gefeliciteerd, Jannik. Je bent de winnaar van je Jood met klappen. Kom maar, let's go. Je had gewoon geluk met die noemlanden uit dinges. Want daar kreeg je echt gewoon een zo'n flinke voorsprong. Voetballanden. Nee, niet voetballanden. Gewoon fucking... Ja, dat ook. Ja. Rick, Jonne, je hebt het wel nog even nog flink gestreden, hoor. In de finale. Ja, ik deed mijn best, maar gewoon... Hij had het 3-dubbelen. Dat is bijna onmogelijk om terug te werken. Je hebt toch even 300 seconden van Jannik eraf lopen tikken, hè? Dus toch wel lekker gedaan. Ik wil jullie alle drie bedanken. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze video. Doe een duimpje omhoog, reageer, abonneer. Laat weten of jullie meer van willen zien. Oh wacht, ik ga er toch wel meer van doen. Fuck jullie. Tot de volgende video. En vergeet niet. Poets je tanden. Abonneren, lieve mensen. Ja, inderdaad. En abonneren. Joejoe. Heb ik mijn jas ook aan omdat de kachel... Wow! Mijn hoofd. Ik val van de trap af.